Ja, dat doet me zeker goed. En vooral ja, om de eenzaamheid bij jongeren vooral. Om dat ja, aan de kaart te brengen die thuis zitten met een beperking of iets anders. Ja, om dat wel naar boven te brengen dat dat wel echt speelt in deze tijd. De coronaperiode is heel stil, ook voor mensen met een beperking. De 29-jarige Jetske is lichamelijk beperkt, maar gaat in deze tijd niet bij de pakken neerzitten. Ze is aangesloten bij het vriendschapsprogramma van de stichting Handicap NL, genaamd Buddies. Daarbij word je gekoppeld aan iemand anders die dezelfde interesses hebben. Daarbij ben ik met Anne in contact gekomen en ik moet ook gewoon zeggen van ja, het is niet altijd meteen raak. Voor mij gingen er 5 mensen overheen voordat ik iemand vond. Dus er wordt ook wel echt gekeken naar wat bij je past en welk profiel, want je kan je profiel aangeven. En dan wordt er gekeken van, nou, misschien is dat een match en dan spreek je een keer samen af. Nu zien ze elkaar ongeveer 1 keer in de 2 weken en gaan dan samen ergens heen, een kopje thee drinken of wat lekkers maken. En dat doet ook Anne met alle plezier. Maar iemand in een rolstoel die doet er eigenlijk nou ja, nog meer toe dan iemand zonder een rolstoel, om het zo te zeggen. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste eraan, om dat ook gewoon aan mensen te laten zien dat ondanks dat je in een rolstoel zit, kan je verschrikkelijk veel. Als je er maar gewoon open voor staat en ook er zin in hebt en mensen het ook durft te vertellen. En dat is Jetske eigenlijk het grootste voorbeeld van die dat heel goed doet. De actie krijgt ook aandacht van de landelijke televisie, want Jetske en Anne zijn donderdag te zien in de kerstspecial van het programma Busje Komt Zo. Daarin reist Paul de Leeuw met Frans Bauer, Maan, Simon Keizer en Diewertje Blok het land door om mensen met een beperking op te vrolijken. Het duo hoefde niet lang na te denken toen het programma ze belde, want volgens hen is het belangrijk om aandacht te besteden aan mensen met een beperking en hun vriendschappen. Moet daar ook in deze tijd toch nog wat meer naar worden omgekeken? Ja, ik denk het wel dat er wat meer naar omgekeken moet worden. Want de vereenzaming onder mensen met een beperking is echt ja, best hoog. En dat mag wel eens in het daglicht worden gezet.